Wij hebben voor jullie voor vandaag weer een hele toffe video. Namelijk, we gaan kijken naar Fortnite Funny Moments. Vind je deze video super tof? Drop even een like, abonneer eventjes met een belletje aan. Ga even naar shop... Wat doe jij nou? Even naar shop.wilrig.nl. En laten we gewoon gaan beginnen met deze Fortnite Funny Moments. Fortnite Daily Moments, dankjewel voor de video. En hij is bij Polar Peak. Polar Peak en instant dood. Jeetje. Oké, ze moeten allemaal springen. Iedereen moet springen en hij heeft gewonnen. Ja, degene die als laatste sprong had gewonnen, ding wat. Ja, iedereen zat er dus boven. Lekker bezig. Hij had ook langer door kunnen bouwen gewoon. Maar ja, de kans is dat hij naar beneden geschoten werd. Maar er was niemand beneden. Misschien zag hij al iedereen... Oeh. Wauw, netjes. Oh, damn. Oh. Wat is dat dan? Ja, hij lijkt een beetje. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Wow, dat ding zit in de grond. Maar dat kan wel. Wow. Oh my god. Dat is apart, dat het op die plek nog steeds kan. Ja. Hey, op het cadeautje. Hey. Die gesnijfd. Ja, bijna niemand kijkt er echt op. Nee, dat is waar. Wauw, de hele enemy team hier zo. Hey. Oh, dat is trouwens fucking slim. Dat is echt heel erg slim. Iedereen gaat erop af inderdaad. Yep. In die bepaalde game mode tenminste. Yep. Dat is super slim. Mooi de RPG kunnen meepikken. Hey, wat is dit dan? Dit is een hole. Waar is dit? Dit is bij Fatal Fields? Dit is een rune ding, lijkt het op. Ik heb zo'n gat nog nooit gezien. Nee, ik ook niet. Oké, dat is... Ik ga er straks eens even heen. Ik wil kijken of dat een nieuwe locatie is. Lijkt er wel op in ieder geval. En, wat? Ah, hij heeft hem. Wat de hel. Hij gooide een mate. De base in. Weet je goed. En hoppa, snel. En... Wow, ja, en genijd. Hij kon zichzelf zeven door middel van weer natuurlijk die grappler gebruiken. Mm-hmm. Maar dat deed hij niet. Jammer. En dood. Oh, valt mee. Hij gaat met u. Oh, hij had hij had zich weer kunnen zeven. Hij heeft 27 punten, Dick. Dat is niet weinig. Ik dacht even dat Mick was trouwens. Lijkt er echt heel erg op. Ja, in de flits, weet je wel. Ja, in de flits lijkt hij. En dood. Hij miste letterlijk alles. Maar wat gaat hij doen? Zijn... Hij gooide hem wel in de doos. Ja, inderdaad. In de doos. Die mag retour. Dat bedoelde hij, denk ik. Wat de hel gebeurde daar? Nee, joh. Oh, nee. Wat? Dat je daar op kan riden. Oeh, net geen damage. Ja, dat kan. Ja, dat zijn gewoon nades natuurlijk. Ja. Hey, verrassing. Helemaal niks. Helemaal niks. Alsjeblieft. Dat is jammer. I just got scammed. Ja. Ja, nee, het is een cadeautje. Je kan niet gescand worden door een cadeautje. Oh ja, dat kan je dit. Ja, dan weghakken zeker. Ja, dat blijft er niet in staan. Dan moet iemand anders dat weghakken als... kun je er niet? Nee, kun je er echt niet in? Nee, dan blijft niet zweven. Dat is jammer. Op zich nog wel een grappig plekje. Je kan alles op een bepaalde manier... Wow! Ja, deze bug is er als het goed is al uit. Ja, hoop ik. Hoop ik wel. Oh nee, Fortnite is op vakantie, hè? Oh ja, nee, is er nog niet uit. Nee, ze lossen letterlijk niks op eigenlijk nu. Nee, maar er is ook niet heel veel gamebreaking op dit moment. Nou, wat dan? Nou, als je kijkt naar die lag, jongen, met die airplanes is nog steeds niet eruit gehaald, ja, bijvoorbeeld. Okay. Kijk, zoals dit bijvoorbeeld. Ja, dit is ook echt insane. Ja, hij heeft wel gewoon op zijn hoofd staan. Oh. Kan ja, gewoon. Dat is echt next level. Daarnaast van die, hoe heet het, client crashes. Zijn wat nog heeft hij al? Dit ultra, ik vind het zo niet mooi, jawel. Het is te donker. Ja, het is wel mooi, maar... Het is te donker. Je ziet gewoon niks. Mm-hmm. Shadow heb ik sowieso uit. Het is gewoon dat zoveel zicht minder. Ja. Ziet maar dan gaat John Wick. Kijk, het ziet er wel leuk uit, maar ja. Yep. Daar heb je niet zoveel aan dan, hè? Wat is het voor een ski-combinatie? Dit is zonde. Wat? Ja, dat hij een hele mooie greenscreen heeft en dan heeft hij nog zo'n lelijk balkje met zijn toetsenbord. Yep. Haal dat dan weg. Dat is creative. Aha. Oh, hij gaat iets laten zien. Iets wat hij heeft geschreven waarschijnlijk. Ting. En... Oh, het is voor Daily. Zijn kanaal. Daily. Nou, shout-out naar Daily, hoor. Shout-out naar Daily. Lasagne out of 10? Misschien is dat een ding. Dat is misschien van bitch lasagne. Ja, maybe. Oh, hey, hij heeft hem. Hij heeft zwemmen. Ja, waar moet je dan heen? Die kan helemaal niks hier. Nee. Je bent gewoon dood. Ja, 100% zeker dood. Pas op met die ziplines. Hij kan zichzelf net saven, denk ik. Oh. Ja, dat kijk die andere gozer. Gaat hij meteen? 7 HP en nice. Heeft wel een beetje geluk, ongelooflijk, maar... ongelooflijk veel geluk. Had ik Galaxy skin, by the way. Mooie backplay. Oh.
En boost op een pan. Kamikaze, ja, maar dat werkt toch niet meer? Oh, gaat niet weg? Nee, joh! Oh, nee, wat? Het is een escape plan, het is een masterplan. Oh, joh! Hij heeft daar uren over nagedacht wat hij dat ging doen. Oh my god, doe normaal. Kijk, doe dat is normaal. Een heerlijk schot. Nee, lijkt het trouwens ook nog eens. Ja. Oh, gaat het zo zien met lanceren, door de pretty sure. Dat is wel epic trouwens op die manier. Ja, was inderdaad zo'n mooi slow-mo op het laatst. Ja, soms zijn ze wel pareltjes tussen. Ja, sowieso. Deze rap. Nou, Young Fire, rap op? Show me. Dit is echt een lelijke... Oh, gaat hij naar dood? Ja, dat denk ik wel eens, schat. Dit. Oh, hij saved zichzelf. Wow, GG's, bro. Dat was insane. Dat was wel lekker, ja. Huh? Ik dacht dat hij sowieso dood... Ja, hij heeft geen materials. Als je misschien net op dat randje terecht kwam, had hij zelf kunnen saven. Hij heeft wel een challenge gehaald. Maar deze guy weer. Kijk. Zijn keyboard cam. Ziet er niet uit. Lelijk. Ja, maar hij zit ook helemaal niet aan zijn keyboard. Oh, wacht. Hij is... What the hell. Ja, hij is een derp. I don't know. En een Bosje heeft gewonnen. Well played. Bosjes zijn nu wel sterker door die lichtjes. Ja, ik weet niet. Je let er nu al helemaal niet meer op. Nee, daarom. En die lichtjes inderdaad zorgt ervoor dat het heel erg moeilijk is om te zien of er iemand in zit. Yep. En deze guy heeft zichzelf echt keihard genaaid. Oh, nee. Hij gaat zo met... Oh, drop the mic en dood. Ja. Ja, goed gedaan. Ja, dan moet je ook gewoon... Nu bij hem, bij zijn teammate. Ja, dat kan ook. Ja, dat zou wel mooi zijn. Dat zou helemaal perfect zijn. En... Zo. Nee, joh. Hij heeft hem ook nog. Duurde eventjes voordat het in beeld kwam. Maar hij heeft hem. Netjes gedaan. Oh. Oh, nee. Het glitcht te hard. Hij is aan het chargen en In één keer, weg van de wereld. In één keer weg van de wereld. Zonde. Anticlimax. Dus, Spart. Dat hadden we moeten doen. Dat hadden we moeten zeggen, ja. Dan was hij sowieso van de wereld. Weer die gast met deze skin combo. Dat kan niet. Zijn skin combo kan echt niet. Nee. Dat mag niet. Überhaupt dat hij zo vaak in deze Daily Moments voorkomt. Nu al 3 keer. Dat is kinda insane. Oh, shit. Zo, dat deed hij snel, hè? Zo. Zag je dat? Dat deed hij gewoon zo snel. Dat deed hij wel snel. Ja, was het toch? Oh, ja, tuurlijk. Ja, ik maakte een grap. Ik had niet gezien dat het doorgespoeld was. Oh, shit. Waar kijk jij naar? Waar ik naar kijk? Ja. Ik kijk altijd naar de minimap. Alleen daar natuurlijk. Oh, ja, goeie. Dat was Call of Duty. Call of Duty playstyle. Ja, bij Call of Duty hoor moet dat. Ja. En sommige LTM's in Fortnite moet dat ook. Ah ja, nu wel ja, omdat je constant op de minimap zit, ja. Ja. Als je dan, ik zweer het je, als je dan gewoon alleen maar op de minimap oplet, heb je zoveel kills. Ja, ja. Heel weinig mensen doen dat. Tip van ons. Doe dat. Gratis tips. Lucky landing! Ja. Kom ik niet meer vaak, eerlijk gezegd. Nee, maar terwijl het wel, ik had een lijstje gemaakt van beste... van beste winlocaties. Ja, hij staat wel hoog hoor, deze. Sowieso, maar dat is logisch. Maar ja, dat komt ook omdat er niet heel veel mensen komen. Nou, sinds dat nieuwe gebouw komen er wel eens mensen. Ik ben er een paar keer geland, maar ja, bij mij zijn die nog wel niet. Meerdere keren geland, maar... Het is ook random, hè. Het is gewoon random. Tuurlijk. Zelfs als sommigen zeggen van, ja, er ligt geen loot. Ja, het is ook random. Er kan ook een keertje zijn dat in Tilde Towers gewoon een slechte loot ligt. Mhm. Dus ja. Oh. Oh, wow. Lekkere shotgun. Lekker, man. Ja, het is wel een... Ja... Ik wil dat niet zeggen. Nee. Oh, deze skip vind ik zo mooi. Ik wil deze hebben. Wacht, heb ik hem nog niet unlocked? Ja, ik heb hem. Heb je deze variant unlocked? Ja. Dik. Je hebt nog een hogere, hè? Nog een hogere variant, maar die is minder volgens mij. Ik vind die wel heel vet. Ja, ik heb ook die rode. Dan moet je volgens mij weak challenges doen. Als je die unlocked, dan krijg je die rode. Die is ook wel echt super dik. Dat lijp, ja. Het is gewoon de Triad skin. Het is gewoon letterlijk de nieuwe... Ja, omdat hij zo dun is. Hij is echt heel erg... Ja. Hij lijkt een hele kleine hitbox te hebben. Ja. Maar dan heeft die fishstick ook. Hij lijkt zeg maar heel erg op die voetbalskin, zeg maar. Qua tryhard. Mm-hmm. Want iedereen die tryhard was, die gebruikte ook die skin eigenlijk. Ja. Yeah. Vandaar. Ah, ik vind hem wel lijp. Hij heeft die calculator. Ding. Oh. Heeft hij een eentje erachterop staan? En ik zie het niet. Ja, hij heeft een eentje erachterop staan. En dan gaat nu een tweetje komen. Oh, dat is wel dik. Ik wist niet dat zo was. Ja, dat is zo. Oh, twee. Nee. En dan gaat nu drie. Deze skin kun je krijgen als je op PlayStation speelt. Dik. Ja. Calculator. Gratis skin. Oh hè. My Gratis god. Skin. Lijp hoor. Lekkere kill. Ja, het ziet er altijd beter uit dan het uiteindelijk is. Oh, maar dit ziet... Dat is wel dope. Een nose combo met een heavy, terwijl je springt. Lekker man. Ja.
Wat is dit voor een beest? Zo. Dit is zo'n beest die maakt in seizoen 1. Ja, zo'n leuke basis. Ja, dat dacht zo'n funny beest. Dan dacht je, oh, dat maak ik zo, dan kan ik daar pieken. Oh, dan ga ik ook daar zo doen, dan kan ik daar ook pieken. Ja, maar volgens mij komt hij niet uit seizoen 1. Ah, hij wordt wel kei en kaart geoond. Yep. Zo, hij is echt kaart geoond. Ja, als je zo getrapt wordt, dat wil je gewoon echt niet gaan. Nee, dat is zo embarrassing. Dat is zo embarrassing. Yep. 157 meter. Heerlijk schot. Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het super tof vond. Druk dan eventjes op het duimpje omhoog. Wat doe jij nou weer? Sorry, omhoog. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Check eventjes onze merchandise store. Want 1 januari bestaat de kans dat deze weg zijn uit onze merchandise shop. Dus ga naar het bovenste linkje in de beschrijving of shop.vulvraag.nl voor deze zip hoodies. Mensen, tot de volgende video. Peace out.